Rond 2:30 vannacht was het weer zover. Opnieuw een autobrand, dit keer aan de Harp. De auto brandde helemaal uit. Afgelopen week brandde in deze week ook al een auto uit. En een paar kilometer verderop gebeurde hetzelfde met nog twee auto's. Het doet denken aan de reeks autobranden in Vught. 12 auto's vlogen daar de afgelopen weken in brand. Nu is het er rustig. De hele buurt in Den Bosch vraagt zich af of de pyromaan uit Vught nu actief is in hun wijk. En een getuige zegt dat hij iemand heeft zien wegrennen. De politie heeft geen bewijzen dat de autobrand van afgelopen nacht iets te maken heeft met de andere branden.